We zijn vandaag op de rivier. We gaan vandaag snoekbaarzen. Overdag gaan we een beetje verticale, een beetje werpen zoals we nu aan het doen zijn. En vanavond gaan we hopelijk pelagisch een paar mooie snoekbaars vangen. Vis. Oh jee, dat is een brasem. Ja, vis. Ik heb hem nog steeds niet gezien, jongens. Ik heb geen idee wat dit nou is. Twee. Ja! Oh! Oh, die was heel snel. Geen moeite. Zo, hallo allemaal. Welkom terug op kanaalgaten.nl. Mijn naam is Lau en ik ben hier vandaag samen met Sven. Hey. En met Adrien. Frans is hier. Yes, the French guy. We zijn vandaag op de rivier. We gaan vandaag snoekbaarzen. Overdag gaan we een beetje verticale, een beetje werpen zoals we nu aan het doen zijn. En vanavond gaan we hopelijk pelagisch een paar mooie snoekbaars vangen. Zeker. Het zou leuk zijn om pelagisch een paar snoekbaars te vangen. Net de eerste brasem geland op de eerste stek, dus die beelden gaan jullie eerst zien en dan gaan we daarna lekker doorvissen. Veel plezier met kijken, mensen. Tot straks. Tot straks. Nou, ik vis vandaag met de Westin W6, Finesse TNC, 7 tot 21 gram. Veel zwaarder heb je niet nodig en zeker ook omdat we gaan verticalen wil je ook geen hele lange hengel. Ik begin even met een klein groen flatnose minietje, 10 gram loodkopje om even hier te werpen en dan gaan we het zien. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we de aasjes hebben. Dat we de aasjes hebben gevonden. Ja. Hallo machtig. Dit is ook een keer raak dat we heel snel gewend. Oh jee, dat is een brasem. Ja? Ja. 100 ballen. Ja, het is een bream. Ja. Ja, het is een bream. Onbetwist de brasemspecialist. Nou jongens, oeh, schrik. De eerste vis hangt eraan, maar ik heb zo'n idee dat het een brasem is. Ja. Grote kans. Oeh. Oh, fucking hell. Fuck. Ja, of het is een snoep, maar daar zit er sloom voor. Ik heb hem nog steeds niet gezien, jongens. Ik heb geen idee wat het nou is. Het moet bijna wel een brasem. Ja, dat kan bijna niet anders. Ja, een lap ook. It's a bream. Ja, een hele grote. Echt vol in de zij ook gewoon. Niet eens in zijn rug of zo. In de zij. Even een brasem sleuren. Hier gewoon spierpijn in mijn arm. Hier, daar is die. Je ziet hem op het scherm. Dit is echt heel groot. Dit is echt heel groot. Oh, lekker begin zo. Niet normaal dit. Houd toch op. Je wil snoepbaars vangen, geen brasem. Zo. Doei. Lekker, lekker, lekker. Nou, de eerste vis. Niet waar we op hoopten, maar de eerste vis. De aasvis zit er in ieder geval. We gaan nu een stukje verticaal vissen. Dus even een iets grotere shed en een iets zwaardere loodkop. 18 gram, want je wilt toch een beetje onder de boot blijven. Het stroomt niet heel hard en het is niet super diep. Dus heel zwaar hebben we niet nodig. 18 gram in dit geval. En een Nace Predator. Dus kijken of dit wat gaat worden. Vis. Ja, snoepbaars. Zo iets. Van de zona. Nice. Yes. Good job, buddy. Thank you. En we hadden eigenlijk net een discussie over het gebruik van stingers. Ja, ik ben niet zo'n fan ervan. Ik vroeg me net af of je op zo'n shed een stinger moet vissen. Want die haak zat best wel vooraan de kop. In dit geval Nace Predator. Nou, die haak die zit zeg maar echt heel erg vooraan. Dus ik vroeg nog aan Sven van, zou ik hier de stinger opzetten of niet? Sven die zei, nee, dat zou ik niet doen. En de eerste aanbeet. En de eerste snoepbaars van vandaag. Geen grote, wel de eerste vis. Dus, netjes hoor. Leuk visje, mag ik weer lekker zwemmen. Doei. Nice. Can I click it? Yes, you can. Boom. Yeah, and one. Op die Louis ding. Oh. Really nice. First bite of the day for me. One zander. Yeah. Not a good take, you know, your fishing is tough. We are fighting hard for those fish. Yeah, that's cool.
Hey. Ja. It's more fish with the G-bump. Brown chartreuse color, the same color than you? Yeah. So it could be one trick today. Nice one. Let's release. Bye bye. Good job. Yeah. Nice. Nou, makkelijk is het nog niet. Eén vis gevangen, een paar aanbeten gemist. We zien wel veel kijkers op de livescope, maar het is allemaal kijken niet kopen. Dus ja, nu even snel het eten en dan straks nog rondom die brasem weer proberen. Ja, ze moeten er wel liggen. Ik ben heel erg benieuwd hoe het zal smaken. Heerlijk! Ik kan dit echt aanraden. Zo, we hebben eens eventjes geluncht. En we gaan nu even een ondiep stukje proberen voor snoek. Kijken of we misschien een snoekje kunnen vangen. En dan gaan we daarna uiteraard weer lekker snoekbaarzen. Maar nu in ieder geval even proberen of we een snoekje kunnen vangen. Heel hoog. Apart, joh. Oeh! That's a meter fish, no? High 90s. Oh shit. Oh. Move your rod. Ja. Nou Sven, wat doe je? Nou, zoals ik al zei, even wachten. Wow, dikke vis hoor. Yeah, it's a meter fish, yeah, I think so. Zo, so, how is the gunky lure? Huh? Good job, my friend. Oh, lekker! Boom! Yeah, man! The strike! Wow. Wat gebeurde er? Wow. Jerkbeetje eraan, bijna bij de boot. Poh, en hij schuift er vol overheen in het zicht, ouwe. Oh, I'm shaking. Look at that. That's why I let the fish into the net. Yeah. Because my hand was really close off the hooks. Yeah, yeah. And... let's see. Oh. Oh. Yes. One step back, swim. Yes. Daarom altijd een kniptang mee. It's 1.7. 1.8. 1.8. Oh. Yes. Oh, show it. Oh, this is never ends. Nou, vertel het maar, Sven. Oh, fucking dikke. 1.08 meter. Tank van de rivier. On a jerkbait. Op een gunky jerkbaitje. Snoekbaarsen ging niet zo. Dus we gingen even op snoek. Oh, wat een vis. Wat een vis. Ongelooflijk. It's a really, really heavy one. Wow. Yeah. Good job! Happy with that. Ga even een paar plaatjes maken en dan... Ja. Wat een vis, hé. Oh! Oh! Die was heel snel. Geen moeite. Yes! Holy shit, man. Gefeliciteerd. Bam! Thanks, Al. Good job. Yeah, good you choice. Did everything. Good you did everything. Ja, jongens. Wat hier nu gebeurt is echt niet normaal. We zeiden nog tegen... We told you, we're gonna catch a pike here. Yeah, they told me 100%, but this guy was maybe 99. But yeah, you should write, and Sven did it. What a fish. Ja, er zat dus toch echt een dikke snoek. Ja, ongelooflijk. Nou, en we hadden al een aanbeet gemist. Ja, hij miste er net eentje, you missed one. Yeah, yeah, one immediately on the drop. Yeah. We were talking, and just after, second fish for Sven. Wow. Unbelievable. So. Op naar nog meer. Ja, we gaan nog een snoepje vangen, hopelijk. So much fish.
Nou, we lagen precies hier zo. Iedere worp. Ja, vis. Yes, it's a perch, I think. Baars. Ja, dikke baars. Nice perch. Oh jee. Oh, lekker zeg. Hey, op een klein krenkbeetje. Yes, thanks. It's a nice one. 42 maybe. Something like that. Nou jongens, mooie baars. Ik denk centimeter of 42 of zo. Klein krenkbeetje. Ik zat net met Sven naar de livescope te kijken. We zagen een paar snoeken zwemmen. En op dat moment laat ik mijn plug heel even stil hangen. En boom, een mooie baars. Mag hier weer lekker zwemmen. Koude water, daar gaat hij al. Yes, nice. Nou, we zien de hele tijd. Oeh, Sven die ziet nu weer een vis. Ja, inderdaad, er zwemt een vis. We zien de hele tijd al vis op de livescope. En dus ik en Sven zaten net een beetje weer naar de livescope te kijken. Want Sven die zag weer een vis zwemmen. En ik laat mijn krenkbeetje heel even stil hangen en het was gelijk poem. Een baars van ik denk dat het 42 was of zo. Ja, mooi baars. Zeker, prima baars. Maar we zien nog steeds heel veel activiteit op de livescope. Dus ik denk dat we hier nog wel even blijven hangen. Nou, het is bijna donker. We zijn nog even naar een iets ander spotje gevaren, iets rustiger. We gaan nog even hier een half uurtje verticalen. En dan zometeen misschien in het donker nog wel even verticalen. En daarna gaan we lekker pelagisch vissen. Yes! Oh shit. Good one? Hey! Yes! Woo! Good take. Really, really close off the bottom. I saw the fish on the sonar. Oh. Yeah. And nice. As you can see, the lure is totally swallow. Correctly swallow, I can say. At least. But it's nice size bait for not a so big fish, so yeah, it's great nice. To have a bit of action. Release it? Yes. Yeah, of course. One, two, three, go! Bye bye! Good job, man! Back to business! Boom! Zo, het is ondertussen hartstikke donker, pikken donker. En we gaan nu pelagisch op zoek naar een aantal mooie vissen, dus tijd om te droppen zometeen. Thank you, Sven. Yeah, I mean, it's a nice and always nice to catch a fish and a fish in Netherlands. Wow. Woo! First yes. Fish of the night after two or three tries. Yeah, one fish. Nice one. Nice one. Yes. Perfectly hooked. Yes, nice fish. Bye bye. Yeah. He moved. Good job, spot. Man. Boom. Thank you. Now it's your turn. There's another one. Yeah, come on. Two. Yeah. Zo, die lustte wel een shedje. Ja. Volgepakt. Centimeter of 60 is die, denk ik. Echt een metertje of 3 onder de boot. Ja, zoiets. Super tof. Ik denk ja, een kleine 6 centimeter. Zoiets. Ja, prachtig. Mooie vis op de 15 centimeter Sick Vibe is dit, denk ik. Yes. Die wou hem wel hebben, die trekt zit er helemaal in. Die lust er wel een chatje. Super dikke aan weet. Zo. Hoppa. Hartstikke idee. Nou, mooi visje. Zeker.
mag deze ook weer lekker terug de plomp in. 1, 2, en weg. Nice. Well done. Mooi man. Nice. Zo, dat was mijn eerste pelagische vis. Adrien had er net alleen. En niet mijn eerste pelagische vis in het algemeen, maar wel vandaag. Nou ja, mooie snoepbaars. Wel leuk. Super ondiep. We zaten net al wat te droppen op iets diepere signalen. Deze was 3 meter. Deze zat 3 meter onder oppervlakte. En Sven die zegt, we gaan even op zoek naar iets hogere signalen. En er zaten gelijk 2 vissen bij. Er kwam van rechts ook nog eentje aangezwommen. Maar de linker was sneller. Dus Adrien die gaat nu weer even droppen. En dan gaan we kijken of we nog een paar mooie snoepbaars kunnen vangen. Na deze 2 vissen viel de activiteit eigenlijk dood en hierom besloten we om naar huis te gaan. Yeah boy! Dat was hem voor vandaag. That was it for today. Yeah, it's the end of the day. It was not so easy, but I think we found some fish. Ja, we hadden een prachtige dag. Zeker. In stijl afgesloten met een paar mooie snoekbaarsen. Lekker pelagisch. Het is goed koud aan het worden. Het is 0 graden ondertussen, heb ik net al gekeken. Ja, het is koud. Dus, gaan we naar binnen voor het gaat vriezen. Een paar hele mooie snoekbaars vandaag. Mooie snoek voor Sven. Yes. Pelagic, good fishing. Yeah. Fuse on that. En niet te vergeten een mooie baas. Ook nog, ja. We had the top 3 today. Zender, perch en pike. Ja. Alle 3 de soort hadden En een mooie brasem. En een mooie brasem, maar die, daar heb ik het maar niet over. Top. Daar ga ik vannacht nog van dromen. Don't forget to subscribe to the channel. Absolutely not. Ja. Ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet inderdaad niet een like achter te laten en vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. Vergeet ook niet alle andere gratis kanalen uit te checken. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later mensen. Later.